Ik open de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Voor onze 8e en vooralsnog laatste dag van openbare gesprekken. De kortste tot nu toe. We zullen 1 gesprek voeren. Dat is met de heer Eurlings. Hartelijk welkom. Fijn dat u hier bent. De commissie zal u een aantal vragen stellen. De commissie bestaat uit de heer Van Menen, mevrouw Fokke, de heer Uurbelt, mevrouw Bruinsot en ikzelf. Mevrouw Fokke en ik zullen het voortouw nemen bij het gesprek, maar de rest is attent. En kan ook vragen stellen, uiteraard, zoals vaker is gebeurd. U was de oudste zoon van de bekende Limburgse gedeputeerde. Zat op uw 8e al op de publieke tribune bij de raadsvergadering. Werd op uw 20e raadslid. Bent Kamerlid geweest van 1998 tot en met 2004. Lid van het Europees Parlement daarna. Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010. Dat is de periode waarover we u vragen gaan stellen. En daarna overgestapt naar de KLM. Eerst als directeur en later als president-directeur. Dat is een prachtige Engelse naam voor die ik oversla. Dus u kent alle kanten van de medaille. Mijn eerste vraag aan u is, waar gaan ze zorgvuldiger om met een euro? Bij de KLM of bij Verkeer en Waterstaat? Ik denk dat er meer dan u denkt, voorzitter, parallellen zijn tussen de worsteling die in het bedrijfsleven met IT plaatsvindt en die de overheid doormaakt. En ik denk dat het daarom zo belangrijk is dat we met elkaar leren van projecten in het verleden en kijken hoe kun je daar nu naar de toekomst toe beter mee omgaan. En daarom, dat als ik me die openingszin mag permitteren, dat het met graagte is dat ik hier zit, omdat ik er vast van overtuigd ben dat uit zo'n project als dat van de A73 tunnelproblematiek veel generieke IT-lessen te trekken zijn. Nou, een zin van mijn huidige bestaan in het bedrijfsleven, ook daar zie je worstelingen als hoe ver gaan we met IT? Is IT een doel of ook een beetje een middel of een beetje een doel op zich? Hoe ga je om met zeer innovatieve IT ten opzichte van proven technology? Bewezen technologie, spullen van de plank bedoelen we. In netjes Nederlands, inderdaad. Heel goed. U stelde mij een vraag of u dat gepermitteerd was. Ja, dat was u gepermitteerd om die zijweg in te slaan. Sterker nog, wij waren daarop voorbereid en hadden dat ook verwacht. Het antwoord op de vraag. In ieder geval is een van de dingen die wij tegenkomen dat er in het bedrijfsleven inderdaad vaak dezelfde fouten worden gemaakt of dezelfde problemen worden tegengekomen op ICT-gebied. Maar dat wel veel sneller, dat is natuurlijk een veralgemenisering, dat realiseer ik me, maar toch dat wel veel sneller de stekker eruit wordt getrokken en dat dan niet langer wordt doorgemodderd of in ieder geval informatie wordt weggehouden van degene die uiteindelijk verantwoordelijk zijn om maar te kijken of men er toch niet met dat doormodderen uit kan komen. Kunt u die vergelijking wel onderschrijven? Ik denk dat een aantal lessen die uit de tunnelproblematiek rond IT te trekken zijn, dat je ziet dat die in de industrie waar ik nu werk sinds jaar en dag uitgangspunt zijn. Ik wil je misschien een apart beeld schetsen. Waar wij bij de tunnels tegenaan liepen, is het structurele probleem dat er geen vastgelegd veiligheidsniveau was. Daardoor gingen regionale bestuurders, voelden ook de druk van iedere extra veiligheid die je kunt vinden, moet je proberen te vinden, want je had geen lijn. Nee, maar, sorry, daar komen we allemaal vrij gedetailleerd nog over te spreken. Goed. Mijn meer algemene vraag was en blijft, herkent u dat weliswaar dezelfde problemen bij grote ICT-projecten in het bedrijfsleven je kan tegenkomen als bij de overheid, maar dat bij het bedrijfsleven sneller, ook omdat er duidelijker is, dit kost zo en zoveel en hoe gaan we daar ooit iets mee verdienen, de stekker uit zo'n project wordt getrokken? Dat is mijn vraag. Ik zou willen dat ik die vraag met een ja zou kunnen beantwoorden, maar ik kan die vraag niet met een ja beantwoorden, wat ik u wel kan zeggen. Want ook bij bedrijfsleven gaat men soms erg lang met grote IT-projecten door. Wat ik wel kan zeggen, is dat in het bedrijfsleven men van nature
dichter staat bij de markt of dichter staat bij de IT-markt dan dat de overheid dat gewoon was. Die afstand die leek vanuit de overheid groter. Ook een van de lessen weer van die tunnels is: bedenk de standaardisatie niet op het eilandje van de overheid, maar doe dat samen met marktpartijen, want datgene wat zij straks moeten leveren, moeten ze ook kunnen waarmaken. Nou, bij het bedrijfsleven merk ik wel dat de afstand van een bedrijf met IT-bedrijven van oudsher erg klein is. En dat kan voordelig zijn. Goed. U bent er zelf al over begonnen voordat ik het kon introduceren. We gaan het dus met u hebben over de tunnels in de A73. Wist u eigenlijk dat een tunnel zo ongelooflijk veel ICT in zich draagt? Een van degenen die we hebben gesproken, de voormalig tunnelregisseur, die zei: een tunnel heeft meer softwareregels dan een Boeing 747. De vergelijking moet u aanspreken. Wist u dat, dat zo ontzettend ingewikkeld was? Wij kwamen er tijdens het diepgraven naar wat er in dit project mis was, achter dat door de systematiek zoals die was ontstaan, in Roermond een tunnel was ontworpen die qua veiligheidsniveau zijn gelijke in de wereld niet kende, maar ook qua complexiteit zijn gelijke niet kende. Dat zijn conclusies van de heer professor Bandy Horvat, die als een van de grootste deskundigen wereldwijd te boek staat. Dat was voor deze grote deskundige, die intussen de eerbiedwaardige leeftijd van 80 jaar heeft bereikt en dus veel tunnels heeft gezien, was dat een verrassing. Als het voor hem een verrassing was, dan was dat zeker ook voor velen in dit huis en ook voor ondergetekenden. Mevrouw Fokker. Ja, dank u wel. Ik wil graag helemaal met u terug naar het begin van de tunnel. En ik ben me terdege bewust dat een aantal van die besluiten natuurlijk zijn genomen door uw voorganger, mevrouw Pijs. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen, u was natuurlijk regio-kamerlid. En ook vervolgens in 2009 zijn er ook nog verschillende algemene overleggen toch over de tunnels gegaan. En ik wilde eigenlijk beginnen, u had het net al over veiligheidsaspecten. Maar toen werd besloten om de tunnel aan te leggen, werd er in beginsel ook het besluit genomen om vluchtstroken aan te leggen. Dat was op zich bijzonder, want vluchtstroken, er waren geen tunnels in Nederland met vluchtstroken en wettelijk was dat ook niet nodig. Weet u waarom dan toch werd gekozen voor de aanleg van tunnels met vluchtstroken? Voorzitter, ik kan dat helaas niet beantwoorden. En dat is mijn eerlijke antwoord. Daar zou u mijn ambtsvoorganger over moeten bevragen. Ik heb geconstateerd dat er eerst is afgesproken in deze tunnel vluchtstroken aan te leggen. Dat vervolgens die vluchtstroken weer zijn weggenomen. En dat er ook in mijn tijd nogal eens discussie is geweest waarom heeft men dat gedaan. De officiële lijn die mij is meegegeven uit het verleden is dat met name ging om precedentwerking te voorkomen. De heer Horvat, professor Horvat, ik noemde hem net, heeft in mijn tijd dat nog een keer bekeken. En heeft op een gegeven moment een rapport geschreven dat het niet zozeer, zijn woorden, om bezuinigingen ging, maar vooral om het voorkomen van precedentwerking. En meer hoe dat precies toen is gegaan, dan begeef ik mij op glad ijs, want ik ben daar echt niet bij geweest. Ik zat overigens in die tijd in het Europees Parlement. U was nog wel even heel tijdelijk volgens mij wel lid van de commissie voordat u naar het Europees Parlement ging. Een aantal de commissie jaar. Van Verkeer en Waterstaat. Zeker. Dus toen was men natuurlijk ook al druk bezig met dat traject. En u had inderdaad, mijn volgende vraag was ook, vervolgens gaan die vluchtstroken er inderdaad uit. Ja. En ja, u zei, hè, meneer Horvat zei ook precedentwerking. Het officiële antwoord zei u ook van, is de precedentwerking. Maar wij horen toch inderdaad ook heel vaak wel het verhaal van, ja, enerzijds de precedentwerking, maar anderzijds de bezuiniging. Waar je dan misschien vervolgens achteraf van moet vaststellen dat het niet zozeer een bezuiniging was. Dus ja, is het officiële antwoord precedentwerking of blijft ook wel dat financiële vraagstuk wel erg hierboven hangen? Ik dacht dat u met die vraag zou komen. Ik heb hem ook in eerdere verslagen van eerdere verhoren teruggezien. Ik kan alleen maar oordelen datgene wat mij is overgedragen in het overdrachtsdossier toen ik minister werd. En dat was dat het met name ging om precedentwerking voorkomen. Ik zal de quote van de heer Horvat erbij pakken. Met name, zegt u. En wat dan nog meer? Excuseert u mij.
U zei met ja, nee, name precedentwerking, ja, dat het ging om precedentwerking, maar ik zeg met name omdat de heer Horvat heeft gezegd, en dat kunt u teruglezen in een rapport uit mijn tijd, en daar voel ik me daar wel zo lang bij om u dat te zeggen, want dat is over mijn jaren als minister. Hij heeft geschreven over de vluchtstrook die weg werd genomen, niet zozeer om bezuiniging, vooral voor het vermijden van precedentwerking. Dat zijn de woorden van professor Horvat en ja, dat is wat in elk geval in mijn tijd er nog een keer over is opgeschreven. Voor de rest was de lijn altijd dat het ging om het voorkomen van precedentwerking. Maar de Horvat heeft het dus zo gezegd als ik net zeg. Vervolgens de vluchtstroken gaan niet door en wordt vervangen door een ander systeem. Wanneer nam u kennis dat het werd vervangen door een ander systeem? Ik werd minister aan het staartje van dit jarenlange proces. Wij is dan ook de Kamer en ik als minister keken zeer uit naar de opening van die A73, het laatste grote stuk wat ontbrak aan het autosnelwegnetwerk. Wij hadden helemaal geen discussie over de precieze details van het veiligheidssysteem, totdat mij op 2 oktober werd gemeld dat de planning niet gehaald werd omdat er een probleem was met de veiligheidssystemen. Als mij één opmerking nog toestaat over die systemen zelf. Wat je ziet is iets wat je bij heel veel verschillende tunnelprojecten hebt gezien. 1. Er was geen vastgelegd veiligheidsniveau. 2. Men kreeg daardoor opdruk vanuit de regio om iedere keer meer veiligheid te creëren. Want een bestuurder kon ook niet zeggen van jongens, het is genoeg, want er was geen vaste lijn. Dus alles wat je extra kon pakken, pakte je. En er was een overoptimisme in het introduceren van technieken die niet bewezen waren, nog zeer innovatief. Dat zie je niet alleen bij de tunnel in Roermond, waar je nog kunt zeggen, daar was ook nog een discussie geweest rond die vluchtstrook. Maar dat zie je net zozeer bijvoorbeeld bij de A2-tunnel Leidse Rijn, waar ook een watermistsysteem erin zou komen met alle problemen van dien. Om nog één ding over die systemen te zeggen, hoe ver dat ging. Het drukluchtschuimsysteem was op het moment dat besloten werd het in Roermond te gaan gebruiken, nog nergens in de hele wereld operationeel. Het watermistsysteem, bij mijn herinnering, in een paar tunnels in Oostenrijk, maar ook nog helemaal niet proven technology. En we hebben dus een systeem met elkaar toen gehad, een systeem waarin het de race to the top was qua veiligheid. Het kon niet genoeg zijn. En ook een race naar de top van allemaal nieuwe, niet bewezen systemen. Het leidde de heer Horvat nogmaals tot de conclusie dat hij nooit een tunnel heeft gezien als die in Roermond. Nooit zo'n tunnel heeft gezien die zo veilig was, maar ook zo complex. Ja, want u heeft het ook over de regio. Kijk, we hebben hier ook iemand gehad die zei van nou, er is altijd wel druk vanuit de regio op projecten. Maar als we naar de tunnels van de A73 kijken, dan was daar wel extreme druk vanuit de regio. Je had natuurlijk ook kunnen zeggen, die vluchtstroken die hoefden al niet, los van het feit dat misschien de veiligheid niet compleet duidelijk was. Maar duidelijk was wel dat vluchtstroken niet hoefden en alle systemen die vervolgens zijn aangelegd, technisch ook niet. Maar had misschien een ministerie toch ook tegen de regio kunnen zeggen van ja, we gaan niet aan de slag met technieken die helemaal nog niet bewezen zijn. U weet natuurlijk ook als komend uit de regio hoe gewenst de A73 was. Om nou eindelijk eens iets te doen aan de bereikbaarheid. Dus ja, het ministerie had wellicht ook kunnen zeggen tegen de regio, het is niet nodig, we doen het niet. Maar het is toch gebeurd uiteindelijk. U slaat de spijker op zijn kop, maar dat geldt niet alleen voor deze regio. Wat u zegt geldt voor elke tunnel in ons land die op dat moment in ontwikkeling was. Het probleem is dat er dus geen vastgelegd veiligheidsniveau was. En dat er ook niet was bepaald met welke systemen vervolgens die veiligheid moest worden gecreëerd. De IT-systemen in de tunnel waren niet zozeer een middel om de gewenste veiligheid te bereiken, maar werden steeds meer een doel op zich. Het nieuwste en het meest spannende en het meest innovatieve moet in die tunnel, alsof dat een doel is. De veiligheid is het doel en de IT moet een middel zijn. Ik ben geconfronteerd met deze werkelijkheid. En toen wij diep in het probleem gingen, bleek hoe structureel dat probleem eigenlijk was. Ik noem je net de A2-tunnel bij de Leidse Rijn, precies hetzelfde.
Daar hebben wij groots moeten investeren, net zoals in Roermond, om extra stroken langs de tunnel te leggen, want die tunnel is heel lang gesloten gebleven. Mag ik één vergelijk maken met mijn huidige business? Uw voorzitter noemde zojuist de 747, de Boeing. Sinds tientallen jaren een zeer gewaardeerde white body. Het is inderdaad zo dat de software van de tunnel in Roermond zeker zo complex is als de software van die 747. Dat is echter één heel groot verschil. Die 747 is ooit een keer ontwikkeld. En die software die is ontworpen en vervolgens gecertificeerd. Dat betekent veilig verklaard. Het veiligheidsniveau is afdoende. Vervolgens zijn al die honderden 747's precies op dezelfde manier gebouwd. Volgens dezelfde certificering. Als wij het hadden gedaan zoals het bij de tunnels ging toen ik minister werd, hadden we bij elke 747 die gebouwd werd opnieuw gaan discussiëren hoe hoog moet de veiligheid van dat toestel zijn. Dan waren we gaan bedenken wat voor een soort systemen zouden we erin kunnen hangen. En vervolgens hadden we nog eens moeten proberen die systemen aan de praat te krijgen. Als we die benadering in de luchtvaart hadden gekozen, had er nu nauwelijks een 747 gevlogen. En dat is een heel groot onderscheid. En daar zie je de kern van het probleem. Geen vast veiligheidsniveau en IT die niet proven technology is en meer een doel op zich in plaats van een gestandardiseerd middel. Ja, en dan telkens switchen, want als ik even naar die Boeing ga, je wil het toch niet beleven dat als je al bezig bent met de tunnel, dat zeker. Je inderdaad nog eerst ga je van vluchtstroken naar een systeem. Nou, dat is wellicht nog begrijpelijk, maar dan ga je van een systeem weer naar een ander systeem. Ja, was men zich bewust van de risico's die dat met zich meebracht? Dat je dan van een DLS, gaandeweg de rit, weer naar een ander systeem, het watermistsysteem, overgaat? Wat ik heb teruggelezen uit de stukken, maar ook dat was voorzitter voor mijn tijd, is dat men van DLS overging, drukluchtschuimsysteem, overging naar het WMS, het watermistsysteem, met vervolgens nog een handheld DLS-installatie, omdat men besefte dat DLS te complex was. Tenminste, zo is het mij geworden. Dus men probeerde het daarmee te versimpelen, maar u heeft gelijk, de scope werd continu veranderd. En daarom dat het zo belangrijk is, een van de belangrijke lijnen die professor Horvat uitzette om naar een structurele oplossing te komen, was het bevriezen van de scope. Geen discussie meer welk systeem wel of niet, dit is het. En van hieruit gaan we nu werken. Want het was inderdaad zo dat er een cultuur was ontstaan van iedere keer we iets toevoegen, toch weer iets straf, toch weer iets anders. Nou, daar hebben wij gelukkig structureel komaf aan gemaakt en daar ben ik erg tevreden mee. Hetgeen de vraag oproept, eigenlijk geeft u dat antwoord al, dat u vindt dat uw voorganger daar dus te langmoedig in is geweest om tegemoet te komen aan de wensen van de regio en dan ook nog een keer iedere keer van systeem te switchen. Ik heb geen oordeel over mijn ambtsvoorganger. Ik constateer. Ik vraag u gewoon wat u daarvan vindt. U komt op dat departement, u treft iets aan waarvan u ons nu vertelt dat het zacht gezegd suboptimaal was. Dat kwam niet uit de lucht vallen, dat kwam er door beslissingen van uw voorganger. En ik vraag u die te kwalificeren met de wetenschap van nu. Ik denk dat, de problematiek die ontstaat, als je bij elke tunnel opnieuw het wiel uit laat vinden, geen lijn hebt hoe hoog moet de veiligheid eigenlijk zijn, wat is goed en wat is te goed, en ook niet vastlegt welke technologie die bewezen is gebruik je en welke nieuwe innovaties laat je even in de kast, die doe je niet, dat systeem, dat de problemen die benadering met zich meebracht, gewoon zijn onderschat. Dat denk ik zeker, want het was echt geen probleem van de A73-tunnel alleen. Het was een probleem wat je bij de A2-tunnel bij Leidse Rijn zag en bij tal van andere projecten. Als ik ergens tevreden mee ben, dan is het dat wij tijdens het oplossen van dat complexe probleem van die A73-tunnel, die complexer was dan elke tunnel die de heer Horvat ooit gezien had, dat we ook een structureel de aanzet hebben gegeven tot een structurele oplossing. Bij de A2-tunnel in de Leidse Rijn was men al te ver in het project, maar je hoort toch nu tegenwoordig veel minder van die problemen. En dat geeft mij het gevoel dat in elk geval de structurele wetswijzigingen en de ministeriële regeling die problemen naar de toekomst toe wel adequaat voorkomen. Dat klopt, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Wat u terugkijkend vond van dat zigzagbeleid van uw voorganger? U zou echt mijn ambtsvoorganger hierover moeten vragen. Ik vraag het nu aan u. Ja, maar goed, ik zit hier als oud-bewindspersoon en ik houd ervan om antwoorden te geven die ik op inhoud kan baseren. Inschattingen van hoe iemand gedacht heeft of geopereerd heeft, die heb ik niet. Ik constateer zakelijk
dat de aanpak er eentje was die structureel tot problemen leidde. En dat het dus niet zozeer een specifiek probleem van die tunnel in Roermond was, maar dat de complexiteit van iedere keer het wiel opnieuw uitvinden en het overoptimisme van allemaal nieuwe systemen zomaar aan zo'n tunnel hangen, dat die complexiteit zwaar is onderschat. Maar dat geldt dan in Den Brede, in de regio, in het land, overal. Oké, maar dat overoptimisme was dus alomtegenwoordig en ook op, op het departement waar u later terecht kwam. Er was een soort race to the top ontstaan, zowel qua veiligheidsniveau, want alles wat een tunnel veiliger maakte moest je toch doen, als was je tegen veiligheid. En vervolgens, als dan iemand in de regio vanuit die druk van het moet steeds veiliger, ja, te horen kreeg dat er nog ergens een nieuw systeem was bedacht, dan was het vrij gemakkelijk om vervolgens te zeggen dat systeem moet erin. Ja. En daarom dat het zo broodnodig was dat we dus die veiligheid hebben vastgepind. Wat is veilig? Wat moet je hebben? En met welke systemen die bewezen zijn, wordt die veiligheid gecreëerd. En daarmee is de IT van een doel op zich weer teruggebracht naar een beheerst middel om de veiligheid, dat is het echte doel, om die te creëren. Oké, we gaan naar een volgend onderwerp, maar niet dan nadat mevrouw Slot nog een aanvullende vraag heeft gesteld. U gaf inderdaad zo net aan dat er ook een cultuur was ontstaan waarin dat allemaal mogelijk was. Hoe kwam het dat die cultuur kon ontstaan? Ik denk dat die cultuur die u noemt ontstond omdat allereerst het gewenste veiligheidsniveau niet duidelijk was. Ik heb al enige compassie met regiobestuurders in die tijd. Als ik regiobestuurder zou zijn geweest en ik had geen duidelijke lijn hoe veilig moet die tunnel zijn, dan zou ik mij daar niet zeker in voelen en heb je een natuurlijke neiging om het steeds veiliger te maken. Je hebt geen baken, je hebt geen houvast. Dus dan wordt het ook gemakkelijk om opdruk te ontwikkelen in zo'n regio, want je hebt ook geen argumenten om te zeggen waarom zou je dat nieuwe systeem niet erbij hangen? Wordt toch veiliger of niet? Nou, nu hebben we een duidelijke lijn en kun je dus ook zo'n regio gewoon aangeven, dit is de veiligheid die nodig is. By the way, dit zijn de systemen en ze werken nog ook. Dus ze zijn ook gemakkelijk te implementeren. Je geeft dus nu veel meer houvast, dat is landelijk vastgelegd. Op dat moment was het ook wel een erg onzekere, moeilijke situatie voor de bestuurders in zo'n regio. Dus dat betekent dat u aangeeft eigenlijk van het ministerie kon ook geen tegenwicht bieden, omdat er geen handvatten waren om argumenten te bieden naar de regio van, maar het kan ook niet, het valt buiten de wettelijke normen. Ja, ik denk dat, en dan moet ik eventjes in mijn stukken kijken hoor, want het is voor mij ook weer een tijdje geleden, maar dat in de analyse die we gedaan hebben, op een gegeven moment ook bleek dat ook het ministerie dus geneigd was mee te denken met wensen uit die regio. Het was dus een benadering die van alle kanten op dat moment gold. Ook het ministerie had natuurlijk geen helder beeld welke veiligheid nu precies nodig was en welke niet. En je ziet dus ook, en als ik me niet vergis, is dat in het rapport van de departementale auditdienst, dat ook het ministerie daar wel wat te verwijten is in de zin van laat escaleren, maar ook, zal ik maar zeggen, niet heel stevig op die planning zitten. Dus het een beetje daar laten lopen. Het was functionele eisen, dus de aannemer moest vervolgens bedenken hoe dat allemaal gecreëerd moest worden. Maar dat was eigenlijk voor de aannemer iets wat hij niet goed kon. Dat was too much. En het ministerie stond er wat ver vanaf en liet vanuit die positie dan ook veel toe. Oké, ik had nog één puntje. We hadden het over die precedentwerking. Hè? Dus dat de angst voor precedentwerking de reden was om die vluchtstroken te schrappen. Het is wel degelijk zo dat dat ook een geldkwestie was, hoor. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei in het Reformatorisch Dagblad van 14 mei 2003... om binnen het budget te blijven wil Rijkswaterstaat de vluchtstroken weglaten. Minister Peijs heeft dat op 8 september 2005 letterlijk geschreven. Het zijn ook belangrijke besparingen. En in 20 oktober 2003, dit drukt de kosten. Dus het waren echt ook wel degelijk redenen van financiële aard waarom dat toen is gedaan. Als u mij toestaat, daarom zei ik net die zin van de heer Horvat, want ik heb professor Horvat gevraagd hier nog een keer naar te kijken. En hij zei, het was niet zozeer om bezuinigingen, maar vooral voor het voorkomen van precedentwerking. Maar hij noemt ze daarin, in die zin dus wel allebei. Ja, maar dat heeft dus wel degelijk ook een rol gespeeld.
Maar dat is nogmaals voor mijn tijd, dus dan zou je echt mijn ambtsvoorganger zijn. Zeker, alleen maar het was even omdat het even dreigde te lijken dat het alleen maar om die precedentwerking zou gaan. Maar het was ook wel degelijk een besparing. En vandaar dat de regio er ook iets voor terug wou, het begin van alle ellende. Voorzitter, als u mij toestaat, daarvan heb ik wel geconstateerd dat de ellende niet alleen bij de tunnel in Roermond was. Die ellende was even manifest bij de tunnel bijvoorbeeld in Utrecht en zat dus veel dieper dan een discussie rond de vluchtstrook. Het zat, naar mijn stellige overtuiging, en dat vind ik een belangrijke IT-les, dus in het feit dat er geen veiligheidsniveau was vastgesteld en dat er ook niet gekozen werd voor proven technology. IT was echt een doel op zich geworden, waarin het niet spannend en innovatief genoeg kon zijn. Goed, dan gaan we nu met u even praten over de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat. U trad dus aan als minister. Wat kreeg u na uw aantreden te horen over de aanleg van de tunnels? En wie informeerde u daar normaal gesproken over? Het aanleg van tunnels as such werd pas echt een heel prangend onderwerp toen ik uit mijn hoofd op 2 oktober 2007 werd ingelicht over de problemen in Roermond. Ja. En dat geeft ook aan dat de departementale auditdienst het later bij het juiste eind had toen men, naast tal van kritiekpunten richting de aannemer, ook zei, de overheid, lees Rijkswaterstaat, had het eerder moeten ontdekken, steviger op de planning zitten en eerder moeten escaleren. En dat heb ik zelf ook in menig publiek optreden en debat gezegd, dat ik op dat punt ook echt vond dat Rijkswaterstaat dat eerder had moeten doen. Ja. Was uw reactie toen u dat op 2 oktober hoorde en erachter kwam dat Rijkswaterstaat dat op 12 september al wist? Ik pak de data even erbij, voorzitter. Deze kloppen. Er is wel een nuance op aan te brengen als u mij toestaat. 12 september bleek dat een aantal probleempunten qua oplosbaarheid niet haalbaar waren. Maar eerst op 21 september is definitief vastgesteld dat beheersmaatregelen, dus maatregelen om dit toch nog te beheersen, niet meer konden werken. Vervolgens is er een termijn tussen 21 september en 2 oktober. En daarvan heb ik in publieke optredens vaak gezegd dat ik die termijn echt te lang vond. Dat is dus nog pak een beet een week of twee heeft dat geduurd voordat ik een nota kreeg op 2 oktober. Goed, op het hele project zijn die 2 weken is niet veel tijd, maar het geeft wel aan dat men er steviger op dat moment bovenop had kunnen zitten. En was ook een van de lessen naar de toekomst toe. Kamerlid Koopmans zei destijds en ook afgelopen maandag daarover, de politieke antenne van de mensen rondom de minister is niet zuiver genoeg, niet scherp genoeg. Dat bent u dus met hem eens? Ik zou die stelling het algemeen niet aandurven. En als u mij een beetje kent en u kent mij wat langer, dan is het, niet heel veel principiële problemen mee om mensen op scherp te zetten en scherp te houden. Ik constateer dat de tunnelproblematiek zo ver was weggemanaged dat het ministerie en de Rijkswaterstaat er nauwelijks meer bovenop zaten. Het was bij de aannemer gelegd. De overheid stelde een aantal functionele eisen. De regio gaat vervolgens de veiligheid oplossen, gaat allemaal systemen voorstellen. Het was ver weggemanaged. Ik zou zeggen te ver. En dat te ver wegmanagen, dat zat hem dus inderdaad in de aard van het contract. Daar ga ik niet met u over de precieze contractvorm discussiëren, want daar is discussie over. Maar daar gaat het nou eigenlijk even niet om. In die beide varianten die het dan mogelijk volgens de interpretatie zou kunnen zijn, is sprake van afstand tussen departement en Rijkswaterstaat enerzijds en het project anderzijds. Dat was natuurlijk wel een keus die Rijkswaterstaat en het departement zelf gemaakt hadden. Keus is teruggedraaid omdat je dat nooit zo had moeten doen? Nou, wat ik zojuist zei, er is gekomen tot een standaardisatie van het gewenste veiligheidsniveau en er is gekomen tot een standaardisatie van de systemen waar je die veiligheid mee creëert. En dat was heel hard nodig, want het werd een wildgroei van allemaal systemen en het niveau van veiligheid die een tunnel moest hebben was niet duidelijk. Ik heb het voorbeeld van de 747 genoemd. Als je bij elke 747 het veiligheidswiel opnieuw gaat uitvinden, dan had nu nog nauwelijks een vliegtuig gevlogen. En u komt daar dan achter en dan
hebben wij in ieder geval de indruk dat u schrikt en u er ook persoonlijk mee gaat bemoeien. Mevrouw Fokke. Ja, u neemt inderdaad, hè, u zegt het zelf, op 2 oktober werd u geïnformeerd dat het allemaal niet opgeleverd zou worden volgens planning. En ja, wat deed u toen u dat hoorde? Wat deed ik toen? Ik zal vast een aantal vragen hebben gesteld. Er is een Kamerbrief voorbereid die ook mede was gestoeld op de eerste overleggen in de regio. Ik wijs met name op het bestuurlijk overleg van 4 oktober van dat jaar, waarin voor het eerst opties worden verkend, waar de regio zegt, wij willen geen omleiding om de tunnel heen. Bij de tunnel in Roermond kon je niet zoals bij de tunnel in Utrecht extra stroken langs die tunnel leggen. Want deze tunnel ging, zal ik maar zeggen, onder stedelijk gebied. De regio zei ook, zo snel zoveel als mogelijk open. En op 4 oktober is vanuit de regio voor het eerst het idee gekomen van een beperkte openstelling. Ja, u had het over, want ik wil even terug, u had het over een brief die u ook aan de Kamer stuurde. Ja. Meneer Koopmans die betitelde dat als een slappe hap brief. Dat heb ik niet verzonnen, maar dat heeft u toch echt zelf gezegd. Ja. Ik kan me zo voorstellen, hè, u bent een minister die over de tunnel gaat, maar u woont ook nog eens in Limburg. Dus ja, wat voor actie, hè, met wie nam u contact op? Want ik kan me voorstellen dat de druk uit de regio, zeker als u ook nog eens uit Limburg komt, dat de druk vanuit de regio enorm moet zijn geweest. Ik herken me niet in het beeld wat u schetst. Het was een project wat voor het hele land van belang was. Het is de oostelijke tangent naar het zuiden toe. Daarmee een van de nieuwe internationale, zou ik maar zeggen, doorvoerroutes. Want heel veel verkeer gaat vanuit het noorden nu langs de oostkant naar het buitenland, naar het zuiden weg. En daarmee een heel belangrijk project. En ik heb geprobeerd bij alle projecten betrokken te zijn. En ik heb de stellige overtuiging, als ik bijvoorbeeld bij de spoedwet projecten er niet zo bovenop had gezeten, dat we nooit zoveel schoppen in de grond hadden gehad. Dus de betrokkenheid was hier net zozeer als bij andere projecten. En zoals ik ook bijvoorbeeld bij de A2-tunnel Leidse Rijn heel nadrukkelijk heb moeten tonen, waar ik in 2010 nog uit het reces ben moeten terugkomen om een doorbraak te forceren. Wat een verschil was, als u me toestaat, misschien van de A73-tunnel met zo'n tunnelproject in Utrecht, wat ook best heel spannend was, was dat de landelijke camera's erg op deze tunnel gericht waren en, moet ik het vriendelijk zeggen, dat ook niet iedere regiobestuurder helemaal wars was van enige focaliteit. Zeg ik toch netjes, hè? Dus het stond eigenlijk. U zegt het zo netjes dat we gaan vragen of u dat toch nog enigszins wilt vertalen naar gewoon Nederlands. Er waren regiobestuurders die dat wel mooi vonden dat die camera's toch in de buurt waren en ervoor gingen staan. Dat beluister ik? Nee, dat beluisterde u niet. Ik zeg alleen dat het erg in het nieuws was, dat er ook veel over gezegd is, veel ophef, een rechtszaak, van alles en nog wat. Het stond gewoon in het centrum van de belangstelling. Het was management-wise een belangrijk project, omdat het voor het eerst was dat wij zo geconfronteerd werden met deze tunnelproblematiek. Bij de A2 Leidse Rijn was het ook nog van die orde, maar toen hadden we tenminste het begin van de oplossing al gevonden en waren we op de goede weg. Als je nu kijkt naar de tunnel in Maastricht, de A2-tunnel, of je kijkt bij andere tunnels, daar kunnen wij vol profijt hebben van de lessen die getrokken zijn. Maar mijn betrokkenheid, nogmaals, ik heb ook de Zuiderzeelijn, misschien wel in deze zaal, met de Kamer moeten bespreken. Daar was mijn betrokkenheid niet minder, want ook daar voel je dat dingen belangrijk zijn. En ik ben als minister hier aangetreden en teruggekomen uit Brussel, waar het mij zeer beviel. Niet om minister te zijn, maar om wat te bereiken, om daadwerkelijk files op te lossen. En dat doe je met spoedprojecten, maar dat doe je ook met het vlot trekken van moeilijke projecten die je aantreft bij je aantreden of vlak daarna. Maar het was natuurlijk wel zo, ik begrijp terdege dat de A73 niet alleen een oplossing voor Limburg is. Het was voor mij ook heel erg fijn. Mijn ouders wonen in Twente en mijn probleem was ook opgelost als ik van Maastricht naar Twente ging. Maar het is toch wel zo dat de druk met name heel stevig uit de regio kwam en dan voornamelijk uit Roermond. Dat u ook toen er na de brief een debat kwam, dat daar toch ook handtekeningen waren vanuit Roermond en dat de druk toch ook vooral ging om het feit dat Roermond door de aanleg van de tunnel wel heel erg onbereikbaar was? Oh, ik moet even zoeken naar de IT-component, als u me toestaat, van deze vraagstelling. Die komt. Ik heb zelf gehandeld vanuit de wens
die er breed was, zowel in de regio als ook in dit parlement, alle partijen op de VVD-fractie na, om te proberen met een beperkte openstelling de tunnel zo snel als mogelijk open te hebben. Ik heb mij vergewist van de gedragenheid van de steun voor die beperkte openstelling. Als ik nu terugkijk en ik realiseer me wat voor een diepgaande problematiek wij aantroffen tussen oktober 2007 en 1 december 2009, dat heeft mij alleen maar gesterkt in de mening dat het goed was een beperkte open te zetten, omdat we heel veel tijd nodig hadden om een oplossing te vinden voor het structurele probleem. Oké, nou, dan gaan we het over die beperkte openstelling hebben. Maar goed, de feit blijft dat op 4 oktober 2007 het Dagblad de Limburger over opgetreden vertragingen publiceert. En dat u dan meteen maandag daar al met de betrokkenen aan tafel zit. Daar is op zich niks verkeerds aan, dat hoort u mij niet zeggen. Maar dat geeft toch wel aan dat u ook persoonlijk zeer betrokken was. En dat u heeft aangegeven dat was echt niet alleen omdat ik Limburger was. Maar u zat er wel bovenop. U ging er ook wel eens langs, hebben we begrepen. Ja, maar voorzitter, ik vind... Later met de mensen, heeft ook in een kamerdebat een keer gezet. Ik was zondag in de regio en heb met de mensen gesproken. Ja. Ik bedoel, u ging daar ook langs en besprak dat en zo. Dat was een persoonlijke betrokkenheid, toch? Het is mijn stellige overtuiging dat je als bewindspersoon niet in je Haagse ivoren toren moet zitten. Maar dicht bij de problematiek moet zijn en ook begrijpen wat er speelt. Dat heb ik niet alleen bij dit project gedaan. Dat heb ik bij veel spoedprojecten gedaan van de snelwegen rond Amstelveen, waar ik nu op het hoofdkantoor van KLM mag zitten, tot aan de A4 met de Delftland, die we na 50 jaar hebben vlot getrokken. Daar ben ik tussen de protesters gaan staan, heb gehoord wat ze bezig hield, ben die discussie aangegaan. Ik vind dat een manier waarop je als bewindspersoon moet functioneren. Niet hier in de Ivoren Toren, maar gewoon horen wat er speelt. Toen wij met deze problematiek geconfronteerd werden, toen was het van belang om in elk geval vanuit gedragenheid te kijken naar welke oplossing kiezen we nu? En de IT-component is dat door wellicht veel haast te zetten bij die openstelling, dan wel de beperkte openstelling, die systemen zo onder druk kwamen dat het uiteindelijk alleen maar lastiger werd. Maar daar komen we in het vervolg van de vraagstelling nog op. Maar u vroeg, wat heeft het met ICT te maken? Als ik u mag vragen, als u daarop terugkomt, bent u dan heel specifiek? Want ik herken me niet in dat heel goed beeld. Dat zullen we doen. Op een gegeven moment, oktober 2007 hadden we het, daar waren we, werd duidelijk dat de oorspronkelijke opleverdatum niet haalbaar was. En toen besloot u begon er al een beetje over, tot een gedeeltelijke openstelling per februari 2008. Daar is toen inderdaad ook een Kamerdebat over geweest, waarin, precies zoals u zei, alle partijen, minister VVD, u de ruimte gaven om dat te doen. Wat was voor u de keuze om dat te willen? Er waren een aantal argumenten om te gaan voor een beperkte openstelling. De eerste was dat de gedragen voorkeursrichting was, niet alleen in het parlement, u noemde net, maar om te beginnen in de regio. Ik zei, op 4 oktober kwam de eerste bestuurlijke bijeenkomst samen, waarin de regio zei, zo snel, zoveel mogelijk open, daar is voor het eerst het concept van beperkte openstelling ontstaan. Daar is trouwens ook gezegd, een omweg leggen om die tunnel heen is voor de regio geen optie. Ik ben vervolgens op 8 oktober zelf een keer naar de regio toegegaan. Heb daar gezegd in het ambtelijk overleg, er komt vanavond een bestuurlijk overleg. Beantwoord u alstublieft de vraag wat uw voorkeur heeft. Beperkt open of helemaal gesloten houden en naar een eindopenstelling toewerken. Ik heb daar ook de vraag gesteld aan de eerste veiligheidsverantwoordelijke, zijnde de brandweer en nog een andere veiligheidsmensen. Heeft het überhaupt zin om te proberen zo'n beperkte openstelling mogelijk te maken? Of zegt u, dat gaat hem toch niet worden? Nou, daar was de lijn, dat heeft zeker zin om dat te proberen. De 8e oktober, 's avonds, zijn de bestuurders samengekomen. Daar ben ik zelf niet bij geweest. Die hebben toen ook de voorkeur herbevestigd in bijzijn van directeur-generaal Bert Keits van de Rijkswaterstaat, dat zij een beperkte openstelling prefereerden. En dat was ook de dag erna de lijn van de meerderheid van de Kamer in spoeddebat. Wat een heel belangrijke was op de inhoud, en onderschat u die niet, was dat wij
in de verste verte geen planning hadden die wij betrouwbaar achten. Daarom die brief die door de u genoemde parlementariër de Koopman Slappe Hap werd genoemd, waarin geen planning stond. Wij hadden geen planning die wij betrouwbaar vonden. En als u nu kijkt in 2008, wat vervolgens gebeurt. In het begin is het beeld, in augustus, september gaat de tunnel open. Vervolgens wordt het december 2008. Gedurende 2008 wordt professor Horvat binnengeroepen. En die zegt van, joh, die planning, zelfs die naar eind van het jaar, klopt niet, is niet in control, kunnen we niks mee, we moeten van vooraf aan beginnen. Dat was helaas de werkelijkheid aan het eind van dit jarenlange project. Het heeft mij alleen maar gesterkt in de keuze voor een beperkte openstelling. Dat gaf ons ook in 2008 en 2009 de tijd om heel gestructureerd, stap voor stap, naar een gecontroleerde totaalopenstelling te gaan. En vervolgens ook de lessen te leren voor andere projecten. Zonder de druk, de megadruk, dat die tunnel, weet ik niet hoe lang, helemaal dicht was. Nog even voor de precisie. Waarom was het onmogelijk om een planning te hebben? De heer Horvat heeft een maand of 7, 8, pak een beet ongeveer, na dat moment in oktober, toen wij begonnen te denken hoe gaan we daarmee om, geconstateerd dat zelfs toen, meer dan een half jaar later, de planning van de aannemer niet in control was, niet betrouwbaar. De aannemer kon het gewoon zogezegd niet aan. En dat is niet gek, want de departementale oude dienst heeft geconstateerd vrij vroeg in dit proces dat er een verantwoordelijkheid bij die aannemer gelegd was van het maken van een systeem, maar ook het bewijzen dat zo'n systeem voldoende betrouwbaar in de praktijk gaat werken, een verantwoordelijkheid die zo complex was dat hij door de aannemer niet alleen onderschat is, maar ook technisch heel moeilijk was waar te maken. Goed. Toen heeft u dus besloten om die tunnels tijdelijk open te stellen. Toen waren er wel vragen over de vraag of dat tot extra vertragingen zou leiden. Zoals de aannemer wel degelijk veronderstelde. Lid Kramer van de ChristenUnie stelde die vraag op 11 oktober 2007. En u zei, nee, dat zal niet of nauwelijks effect hebben op de definitieve openstelling. Nu zegt u, we hadden geen flauw benul van hoe het überhaupt zou lopen. Toen zei u in de Kamer, nee, de tijdelijke openstelling zal niet of nauwelijks effect hebben op de definitieve openstelling. Dat kon u helemaal niet weten dus. Wij hadden de inschatting dat je tijdens de beperkte openstelling behoorlijk veel kon doorwerken aan het testen en verder uitwerken van het systeem. En vandaar mijn opmerking dat de extra vertraging die je krijgt door beperkt open te stellen, dat die behoorlijk, om het nu op mijn manier te zeggen, zou meevallen. Als je nu kijkt naar wat later geconstateerd is door, daar komt hij weer, professor Horvat, een van zijn conclusies was dat het testen tijdens de beperkte openstelling beter ging, dat er meer getest kon worden dan eerder was gedacht. En dat vind ik een onderstreping van de constatering en de stellingname dat dus tijdens de beperkte openstelling goed kan worden doorgewerkt. Een ander punt is dat wij geen zeer betrouwbare vaste planning gehad hebben. Daarom heb ik in de brief van 4 oktober die planning niet kunnen noemen. En je zag ook dat iedere planning die vanuit de aannemer kwam, de aannemer zei vervolgens, nou goed, als we beperkt doen, dan zijn we in augustus, september helemaal klaar. Die bleek vervolgens weer niet betrouwbaar en gleed steeds verder weg. We kunnen nog heel erg lang met u terugkijken op dat besluit. We kunnen er van alles bij halen. Brieven van beveiligheidsbeambten, de lengte van testen. Ik geloof niet dat dat allemaal zo zinvol is. Dat besluit is genomen onder dekking van de Kamer. Feit is dat wij vaststellen, terugkijkend, dat puur de beslissing om gedeeltelijk open te stellen in totaal het project 46,5 miljoen meer gekost heeft. Heeft doen kosten. Dat heb ik namens de commissie ook afgelopen maandag meegedeeld aan de heer Koopmans. En gaandeweg dat gesprek schrok hij steeds meer van dat bedrag. Daar heeft u natuurlijk ook al kennis van genomen. Wat vindt u daarvan nu u dat feit tot u heeft kunnen nemen? Dat is een dure les, maar wel een les die waarde heeft. Want we hebben niet alleen dit project opgelost, maar ook structureel voorkomen dat dit soort problemen zich verder voordoen. Mag ik om de bedrag van, ik maak het maar even nog wat erger dan u, gewoon 47 miljoen afgerond, dat bedrag een aantal opmerkingen maken.
Allereerst, dit was een heel complex proces waarin je geen weg om de tunnel heen kon leggen. Dat konden wij wel bij een volgende tunnel, waar hetzelfde probleem was, de A2-tunnel bij Leidse Rijn. Daar hebben wij in het zomerreces van 2010 met burgemeester Wolfsen op een gegeven moment besloten om de oude weg, die naast de tunnel, naast de landtunnel lag, om die te verbreden naar 2x4 stroken en in westelijke richting nog een 5e strook als wisselstrook of als extra strook voor de spits erbij. Die oplossing, het simpel verbreden van de bestaande weg naast de tunnel, heeft in totaal dat project, dat tijdelijk project, 32,5 miljoen gekost. Minder in de media geweest, maar toch even in het perspectief. Dus al dit soort problemen bij elke tunnel leiden tot gigantische bedragen. Het repareren van een tunnel aan het eind van het proces, daar waar het systeem niet blijkt te werken, is mega duur. En daarom was het zo belangrijk om een structurele oplossing te bereiken. Even terug naar die 47 miljoen, die dus iets meer is dan de tunnel in Utrecht, de 32,5. Maar u wou precies, die 46,5 miljoen, het hele project is nog een stuk duurder geworden, maar die gaan alleen maar over het feit dat er tijdelijk is opengesteld in plaats van gewoon is doorgewerkt. Correct. En dat dan ook met meerkosten, andere meerkosten, uiteindelijk de zaak structureel en definitief was opgelost. Dit gaat alleen over de tijdelijke oplossing die u gekozen heeft om te zeggen één strook, geen gif erdoorheen. Dat was uw keus. Zeker. Net zozeer als de keuze om een tijdelijke oplossing te maken in Utrecht, om te voorkomen dat het onderliggend wegennet er helemaal zou vastlopen. En ik zeg ze juist, die kosten waren 32,5 miljoen. En ik blijf dus zeggen dat elke tijdelijke oplossing, als je aan het eind van zo'n project de winkel open moet houden, terwijl je de boel moet repareren, een dure oplossing is. Als ik nog iets mag toevoegen bij de tunnel in Roermond, wat tegenover de 47 miljoen staat, is dat wij tussen de 8,5 en 12 miljoen auto's hebben kunnen afwikkelen in de periode van de tijdelijke openstelling met een maatschappelijke waarde van tussen de 37,5 en 52 miljoen, de positieve kant van het verhaal. Ik wil er ook nog aan toevoegen dat er nog steeds een arbitrage loopt met de aannemer. Want de aannemer had op tijd het systeem moeten leveren. En ik heb geen enkele reden om er geen vertrouwen in te hebben dat een gedeelte van dat geld alsnog terugkomt van de aannemer richting de staat. Kort en goed, u vond en vindt het een verantwoord besluit dat u destijds genomen heeft. Als u het rapport van de heer Horvath leest, die zegt dat de planning ook in 2008 volstrekt niet stabiel was. Dat er in 2008 een hele andere aanpak moest worden gekozen. Dat er een go-no-go moest komen. En als je vervolgens de regio ziet, die ook dan zegt van nou, als je dan definitief dicht moet, dan plan het zo in dat de verkeersveiligheidseffecten en de overlast zo beperkt mogelijk is. Dan denk ik dat dat alleen mij maar gesterkt heeft in het feit dat het goed was dat de tunnel open was, terwijl nog zoveel keuzes moesten worden gemaakt. Het is niet goed te bedenken nu hoe lang die tunnel helemaal dicht was geweest als wij alles hadden moeten herbedenken bij een totale sluiting. Dus het gaf net rust in 2008 en 2009 dat de hele planning kon worden herijkt, alles kon worden doordacht, maar er toch bijna 40.000 of 36.000 wagens per dag door die tunnel konden. Het antwoord op mijn vraag luidt dus ja. Net zozeer als bij de tunnel in Utrecht, waar we 32,5 miljoen hebben geïnvesteerd in een tijdelijke maatregel, is het antwoord ja. Maar waar ik vooral blij mee ben, voorzitter, dat is dat dit hoofdpijndossier, wat je aan het begin van je ministerschap aantreft, wat een structureel probleem was, met de tunnel in Roermond wel structureel is opgelost. En dat we dus problemen bij andere tunnels, ik noem de tunnel in Maastricht, kan de tweede Koentunnel noemen, kan tal van tunnels noemen, dat we die problemen daar in elk geval behoorlijk hebben kunnen voorkomen. In het gesprek met de heer Koopmans afgelopen maandag gaf hij als zijn mening, daar kun je overigens van mening over twisten, met hem over twisten, dat een Kamerlid de geluiden vanuit de regio moet vertolken en dat een minister dan de knoop maar moet doorhakken. En in dat licht zei hij, Eurlings had, ik citeer letterlijk, als hij had geweten dat de meerkosten van de openstelling 46,5 miljoen zouden worden, nee moeten zeggen. Wat vindt u daarvan? Het kan zijn stelling naar me zijn, ik heb hem niet horen zeggen. Ik constateer dat wij gekozen hebben voor een beperkte openstelling en dat dat met goede reden is gedaan. We hadden geen begin van een idee of de planning van de aannemer goed was. We zijn op heel veel problemen gestuit de jaren daarna en de
8,5 tot 12 miljoen auto's die zijn afgewikkeld, is een heel belangrijk iets. Zeker. Mijn laatste vraag op dit punt is, in dat Kamerdebat is natuurlijk ook regelmatig aan de orde geweest, gaat dat nou extra geld kosten? Toen zei u steeds, dat denk ik niet, maar dat weten we niet zeker. U wist dus ook in het geheel niet, wat u nu weet, dat het 46,5 miljoen meer zou kosten om die tunnels tijdelijk open te stellen. Wij hadden geen idee hoe lang het zou duren voordat het systeem totaal aan het werken was. We hebben een van de grootste experts in de hele wereld moeten binnenhalen om een oplossing te bedenken. De tunnel in Roermond was niet alleen de meest veilige in ontwerp, maar ook de meest complexe in de hele wereld, aldus professor Horvat. Dat hadden wij aan het begin niet zo kunnen inschatten. Die kosten, die meerkosten, ik heb in het begin een reservering genomen van ongeveer 10 miljoen. Die zijn inderdaad een stuk meer geworden. Ik wil hem toch nog één keer afzetten, want het is echt geen probleem van Roermond alleen. Afzetten tegen het probleem van de A2-landtunnel in Utrecht bij Leidse Rijn, waar de oplossing, de beperkte oplossing, de tijdelijke oplossing, veel simpeler was. Een paar strookjes asfalt en die kostte 32,5 miljoen. Het blijft allemaal heel veel geld, maar als je dus een proces niet standaardiseert en niet aan het begin een ontwerp goed zet, als je aan het eind van een proces dan nog moet gaan repareren, dan ben je veel te veel geld kwijt. Een dure les. We hebben hem gelukkig wel structureel opgelost. Meneer Van Meenen. En ziet u in dat verband ook nog een relatie met het contract, het oorspronkelijke contract wat gesloten is? Er is nog steeds discussie over de vraag of dat een design en construct is of een engineering en construct. Ja. Maar één ding is zeker, het zijn allebei vormen waarin er nogal een afstand is tussen de opdrachtgever en de uitvoerder. Zeker. Hoe kijkt u daarnaar als oorzaak ook van later ontstaande problemen? Eén opmerking over design en engineering. De lijn van het ministerie is dat het een design is. Ik wil er ook verder niet veel meer over zeggen, omdat dit ook een onderdeel zal zijn, in elk geval van de arbitrage die met de aannemer nog speelt. Wat je sowieso kunt zeggen, is dat het sturen op functionele eisen en het leggen van heel veel verantwoordelijkheid bij die aannemer van nou, bedenk het systeem maar. En ook nog een systeem waarin de scope continu wijzigt. Hey, er is weer een nieuw systeem. De regio voelt de druk van het moet steeds veiliger. Nou, dat hangen we er ook maar weer bij. Oh nee, toch niet dit, dan maar dat systeem. Die benadering was veel te complex. En dus ook voor een aannemer niet te doen. En ik denk dat daar iedere conclusie, de conclusie van het departementale auditrapport, van het DAD, van professor Horvat, heel duidelijk zijn. En daarom dat we het over een andere boeg hebben gegooid, een go-no-go benadering, stap voor stap erdoorheen, van een contractaanpak veel meer naar een probleemoplossende aanpak, gaan we elkaar nu niet met contracten om de oren slaan. We hebben elkaar nu keihard nodig om dit kluwen op te lossen. En daarbij dus ook echt gegaan naar een go-no-go waarin je echt pas zegt van we gaan naar de volgende stap als je zeker weet dat je zover bent. Maar zijn daar ook, u heeft een paar andere oorzaken genoemd, geen helder veiligheidsniveau, nou ja, daar zijn regels voor gekomen en standaarden. Is hier ook een les geleerd in de zin van wat voor soort contract je eigenlijk aan zou moeten gaan voordat je aan zo'n complex project begint? Zeker. Maar zeker. Ik denk, Horvat heeft trouwens ook gezegd, de scope moet bevroren worden. Dit is het, we blijven er nu vanaf, we gaan niet meer veranderen. Ja, nee, zeker. Wat je ziet is dat nu veel meer gewoon de benadering is een vast veiligheidsniveau en ook een ministerieel, dat staat in de wet nu, heel helder. Gebaseerd op mijn hoofd WARF aan de onderliggende Europese richtlijn. En vervolgens een ministeriële regeling die expliciet zegt met welke systemen die zich in de praktijk al bewezen hebben, met welke systemen je die veiligheid gaat bereiken. Punt. En die systemen, en dat vind ik misschien ook een mooie les wel voor uw commissie, als ik dat zo mag zeggen, die systemen zijn niet in de ivoren toren van de spoelbakmoment, zou mijn oud-fractievoorzitter zeggen. Die systemen zijn niet in de ivoren toren van de overheid bedacht, maar die systemen zijn samen met de markt bedacht, die standaardsystemen. En dat maakt dus de kans heel groot, om het nog voorzichtig te zeggen, dat vervolgens die systemen ook geleverd kunnen worden. Want de markt zelf heeft zich eraan gecommitteerd. Dus in plaats van te zeggen hoe veilig het moet zijn, the sky is the limit, en gaan we met de regio praten en bedenk het maar zelf,
heb je nu gewoon gezegd, dit is nodig en op die manier ga je het doen. En de aannemer die rolt het nu gewoon uit. Maar mijn vraag richt zich echt op de contractvorming. Ik begrijp heel goed dat als je duidelijker bent in de afspraken vooraf, vanwege de regels die nu gelden, dan zal dat zich ongetwijfeld ook in het contract uiteindelijk vertalen. Maar de vorm op zichzelf suggereert een bepaalde afstand tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. En dat kan ook een probleem zijn. Dat had wellicht als er een andere vorm was geweest, had het wellicht voorkomen dat het pas na een maand of acht was dat u voor het eerst het over de A73 als minister ging hebben. Is er op dat aspect nog geleerd? Zijn er andere soorten contracten gesloten daarna? Ik heb te weinig zicht hoe op dit moment de contracten gesloten worden. Daar excuseer ik me voor. Wat je kunt stellen is dat ja, het ministerie had er dichter bovenop kunnen en misschien moeten zitten, had men het eerder ontdekt. Maar het systeem zelf was zo complex, met allemaal die verschillende onbewezen technieken, met dus de race to the top wat veiligheid betreft, dat zelfs dan dat probleem waarschijnlijk ontstaan zou zijn. Had je het misschien wat eerder ontdekt. Ik denk dat we met de structurele oplossing waar ik de aanzet toe heb gegeven en die intussen helemaal is ingevoerd, dat we het probleem gewoon voorkomen. En ik heb hier wel eens in deze Kamer gezegd, hoe kan het toch zijn dat wij in Nederland in een situatie zijn verzeild geraakt, dat een tunnel als die in Roermond de meest complexe is in de hele wereld en de meest veilige, terwijl we in Europa om ons heen landen hebben waar de tunnels veel langer zijn, veel langer, en daarmee qua veiligheidscharakteristiek misschien nog wel veel spannender, en daar zijn die problemen niet. En dat zat erin dat men in heel veel andere landen gewoon koos voor standaard systemen, een standaard aanpak en een standaard veiligheidsniveau. En dat is in essentie denk ik nog veel belangrijker dan de vorm van het contract uiteindelijk. Als je weet waar je aan toe bent en je weet dat het uitvoerbaar is, voorkom je het grootste gedeelte van de problemen. Maar dan zegt u toch impliciet dat er voordat u aantrad de verkeerde keuzes zijn gemaakt. Een vraag die u eerder in dit gesprek niet wilde beantwoorden. Ja, maar, weet u, ik heb ook in mijn verantwoordelijkheid die ik hier had, altijd ben ik voorzichtig geweest met het geven van kwalificaties. Ik heb geconstateerd dat de systematiek niet werkte. Dat de fouten of de oorzaak een structurele was. En dat dus na het oplossen van de tunnelproblematiek in Roermond, meest complexe tunnel in de wereld, nogmaals, dat wij een structurele oplossing moesten gaan kiezen. Omdat dit systeem, deze aanpak, bij iedere tunnel tot problemen zou leiden. In één woord nog een keer gepakt, IT was geen middel, maar een doel op zich. Elk nieuw systeem wat spannend leek en innovatief was, ik overdrijf nu wat, was interessant om in die tunnel erbij te hangen. En er was geen beeld wat is genoeg veilig en wat is over de top veilig. Ja, maar u schetst iedere keer opnieuw wat voor problematische toestand u aantrof. En dat kwam niet zomaar ergens vandaan. Dat was het gevolg van door verschillende personen en verantwoordelijken gemaakte keuzen. En als ik u dan vraag wat u daarvan vindt, dan blijft u daarvan weg. Ik kan u niet dwingen om daar een kwalificatie over te geven. Maar u moet niet doen alsof het een soort deus ex machina was. Iets dat zomaar ineens uit de lucht kwam vallen. Die problemen waren het gevolg van gemaakte keuzen. Ik wil u graag een inhoudelijke kwalificatie geven, maar niet een kwalificatie op personen. De kwalificatie inhoudelijk is dat de problematiek gewoon echt is onderschat. En dat de verantwoordelijkheden die bij een aannemer en bij de regio zijn gelegd, te groot, te complex waren. En dat dus veel meer standaardisatie en duidelijke guidelines ook vanuit de overheid nodig waren om problemen naar de toekomst toe te voorkomen. Udebelt. Ja, bij de tijdelijke openstelling zijn er in 2 dagen de tests uitgevoerd op veiligheid, waarvan de veiligheidsbeamte zegt die hadden minstens 2 maanden moeten duren. Na de tijdelijke openstelling, allerlei storingen, vertragingen, dicht enzovoort. Er is wel eens gezegd van er zit net zoveel IT in als in een Boeing. Als dit de IT in een Boeing was geweest, was hij neergestort. Nou kan dat bij een tunnel gelukkig niet. Maar dan is toch achteraf is het eigen wijzigheid geweest om door te zetten om die tijdelijke openstelling te realiseren? Nee, voorzitter, daar is echt geen sprake van. Als u de beeldspraak van de 747 Boeing wil gebruiken, dan is het een verschil of je die Boeing laat taxiën over een taxibaan
of dat je hem echt wil laten vliegen. Dat vergt verschillende veiligheidscharakteristieken. De veiligheid is altijd een ononderhandelbaar uitgangspunt geweest. Ik heb ook in het debat van 9 oktober gezegd dat die veiligheid zo helder is als een klontje. Dat is, moet gewoon goed zijn. Wat is gebeurd? De veiligheidsbeambte heeft 2 keer een advies gegeven. Dat advies was van het kan niet tenzij een aantal voorwaarden is voldaan. Als je die totale lijst van voorwaarden pakt, dat zijn er 34 uit mijn hoofd. Die zijn door een specialistenteam van de Rijkswaterstaat stuk voor stuk ingevoerd. Bij een paar van die voorwaarden is de invoering gebeurd door mitigerende maatregelen vanwege de tijdelijke openstelling. 70 kilometer is nogmaals anders. Het rijden over een taxibaan is een andere veiligheidscharakteristiek als dat je met 800 kilometer per uur door de lucht vliegt. Vervolgens is... Maar op een gegeven moment kon ook door die tunnel niet meer getaxied worden, omdat die helemaal dicht was. Ik probeer vast te stellen, want achteraf kunnen wij zeggen, had die veiligheidsbeambte had gelijk, want het systeem werkte allerminst perfect tijdens de tijdelijke openstelling. Het systeem werkte niet perfect, maar ik ben het met de conclusie die u noemt niet eens en ik zal u scherp uitleggen waarom. De heer Eijf, wethouder van Roermond, zei voor de tijdelijke openstelling dat er zeker rekening moest worden gehouden met kinderziektes. Nu gaan we naar de grote expert, professor Horvat, bij de definitieve openstelling, veel later in het proces. Ook hij heeft gezegd, je moet rekening houden met kinderziektes, want een systeem in de praktijk reageert anders dan een systeem tijdens testen. Sensoren worden smerig, er zijn andere vervuilingen en je krijgt dus met andere problematiek te maken. Wat is het verschil tussen de beperkte openstelling en de definitieve? Dat is dat de heer Horvat met zijn kennis en expertise tot een restpuntenstrategie is gekomen bij de definitieve openstelling. In goed Nederlands, dit kan misgaan, dat kan misgaan, dat kan misgaan en dat qua kinderziektes. Maar dan doen wij direct dit, dat als het gebeurt. Dus men was erop voorbereid. Nu naar de tijdelijke openstelling. Ik nodig je uit nog eens goed te kijken naar die eerste weken. Toen is veel ophef geweest. Maar als we de eerste 250 uur van de tunnel bekijken, en dat waren qua kinderziektes de meest spannende, van die eerste 250 uur is die 240 uur open geweest. 10 uur dicht. Er waren 12 problemen, maar 6 van die 12 waren technische storingen, ongeveer de helft. Zouden die nu al die 12 storingen, waarvan de helft technisch was, 4 waren te hoog voertuigpassages, dat komt overal voor. Als het ook de helft van de tijd was, zou je 5 uur hebben, 2% van de totale openstelling door technische problemen. Vervolgens door heel 2007 heen is 85-90% van de sluitingen een gevolg van te hoog voertuigpassages. 4,10 meter is het bord, zou ik maar zeggen. 4 meter mag de vrachtwagen zijn, 4,10 meter is het bord, 4,30 meter is de detectie, dan gaat de tunnel dicht. En daarmee is de tunnel in Roermond, de tunnels zijn nog vrij hoog. Als u daar nu naar kijkt, wat er nog even één opmerking mag. Als u die cijfers bekijkt en u vergelijkt dat met andere tunnels, dan zult u zien dat over zo'n jaar per maand gemiddeld de Roertunnel 40 keer per maand dicht gaat door te hoog voertuigpassage, de Zwalmtunnel 30 keer en bijvoorbeeld de Velsertunnel 300 keer. Om aan te geven dat de pixel stond erop, maar de tunnel was voor het overgroot gedeelte geopend. Maar dat neemt toch allemaal niet weg dat wanneer het Nederlandse volk die veiligheidsbeambten op de televisie ziet, dat het redelijk alarmerend klinkt. Ja. En dat u desondanks het besluit heeft genomen tijdelijke openstelling. Het besluit van tijdelijke openstelling is zeer zorgvuldig genomen. De 34 punten van de veiligheidsbeambten zijn stuk voor stuk verwerkt en uitgevoerd. Ik zeg een klein aantal met mitigerende maatregelen vanwege de beperkte openstelling. De HID van Limburg, de heer Jean-Luc Benguin, die heeft de aanvraag tot openstelling gedaan. Hij heeft van tevoren aangegeven dat alleen te doen als de gemeente en haar adviseur, de brandweer, veiligheidsadviseur, daarachter zou staan. De directeur-generaal Rijkswaterstaat heeft extra meegekeken en heeft gezegd met de veiligheid wordt nul risico genomen. Vervolgens is die aanvraag gekomen en heeft de gemeente op basis van een positief advies van de brandweer de tijdelijke openstelling gedaan. Kinderziektes heb je altijd aan het begin, bij elke openstelling, zeker van zo'n technisch systeem als deze is. Ik zeg daar nog 2 dingen op. 250 uur
De eerste 250 uur was die 240 uur open. Zelfs in die meest dramatische begintijd was die grotendeels open. Wat je kunt leren is, en dat was de tijd die we bij de definitieve openstelling wel hadden, dat het goed is te anticiperen op de kinderziektes die je nog krijgt. Dan kun je ze namelijk veel sneller verhelpen. En dat is bij de definitieve openstelling wel gebeurd. Ja, je kunt natuurlijk altijd twisten daarover. Wetenschappers... je hebt vaker dat wetenschappers elkaar tegenspreken. We hebben ook een wetenschapper gevonden, aangetroffen, de heer Verhoef, die zegt over die openstelling. Het is als een schoonspringbad dat nog niet af is, maar de politiek wil toch dat het alvast open gaat. Tijdelijk is het verboden te duiken en op de bodem zijn wat opblaasbadjes neergezet. Je kunt uiteraard nul garantie geven over de duikveiligheid. Het heeft geen zin om metingen aan temperatuur, zuurgraad, luchtafvoer, verversing en waterkwaliteit te verrichten, omdat van de normale beschikbaarheid van de installatie in het geheel geen sprake is. Dus minst genomen is er ruimte voor discussie over de mate van veiligheid die er was op het moment dat er over die tijdelijke openstellingen werd besloten. En volgens mij was dat waar de heer Ulebelt naar vroeg. Maar u heeft uw versie en uw visie daarop gegeven. Ik zie het in die zin anders, dat de veiligheid gegarandeerd was, op de manier zoals ik u zojuist gezegd heb. Toen aan het begin een aantal kinderziektes waren, toen was er veel ophef, want toen heeft er u genoemde persoon in de media gezegd, ik vind dat die te vroeg open is. Ja, misschien als je heel lang getest had, had je iets minder kinderziektes gehad, maar dan had je dus niet in die eerste 250 uur, 240 uur het verkeer daardoor kunnen laten plaatsvinden. En als je echt naar de cijfers kijkt, in 2007, al die storingen tussen de 85% en 90% hadden niets te maken met techniek, maar hadden te maken met de hoge vrachtauto's. Wij gaan afronden, maar mevrouw Fokker heeft nog een paar korte vragen. Ja, en de heer Van Menen gaat ons, als we verontschuldigen, want hij moet naar het debat waarvoor straks een hele lange bel gaat luiden. Ja, ik voor diegenen die geluid, ons anderszins volgen. Dat is een hele lange bel, die duurt een minuut. En die kondigt het debat aan dat de heer Van Menen nu gaat voeren. Dank u zeer, collega. Mevrouw Fokker. U heeft het met ons al gehad over de lessen die zijn geleerd. Neem eigenlijk alleen bewezen techniek. U heeft het ook al gehad over de ministeriële regeling waar een en ander in is gezet. Maar er is natuurlijk nog een ander probleem bij de overheid. Dat is dat de overheid toch heel vaak wel de complexiteit van ICT onderschat. Wij hebben ook policy research ingeschakeld en zij concluderen een gebrek aan zowel ICT-basiskennis als specialistische ICT-deskundigheid leidt tot verantwoordelijkheid zonder kennis, besluitvorming zonder zicht op de consequenties en inadequate processen. Goede kennisopbouw en behoud wordt bovendien veelal gecompliceerd door wisseling van sleutelfunctionarissen zoals programma- en projectleiders tijdens langlopende ICT-projecten. En ook meneer Verhoeven werd net al aangehaald, die zegt: ik heb de kennis die daarvoor nodig is om onder de motorkap van ICT-projecten te kijken bij de overheid nooit aangetroffen. Wat mijn ervaring is, is dat die kennis er niet is. En iemand anders zegt ook van ja, als je grote projecten wil draaien, dan heb je topspelers nodig. Hoe kijkt u naar die problematiek? Want u zegt, nou, je moet bewezen techniek eigenlijk gebruiken. U zegt, ik ben gekomen met een ministeriële regeling. Maar ja, stel dat er gewoon een ander probleem is, dat de ICT-kennis bij de overheid niet op orde is. Ja, hoe los je dat dan op? Ik denk dat bij de overheid er vaak sprake is of is geweest van een overoptimisme en hoe gemakkelijk het is om allemaal nieuwe IT-systemen in de markt te krijgen. Ik heb ooit als minister mogen dealen met de kilometerprijs. Dat is een proces wat ik technisch, ik heb in ieder geval politiek van wenselijkheid of niet wenselijkheid, technisch strak heb proberen te managen. Go, no goes. Ook weer in lijn met professor Horvat. Maar als je dan ook het politieke debat zag, dan werden er allemaal extra eisen aan het systeem gesteld die het nog veel complexer maakt. En ik ben er op een gegeven moment voor gaan staan. Ik heb op een gegeven moment gezegd als beeld, differentiatie ook nog in milieucategorieën en weet ik niet wat, technisch maakt het nog complexer. Ik doe het niet. Stop. Ik geef dit voorbeeld aan om dus het overoptimisme van wij gaan als overheid projecten runnen die first in the world zijn, brand new technology, nog niet bewezen, dat overoptimisme is risicovol. Ik denk niet dat de overheid, hoe zal ik zeggen, zelf een soort van ondernemer zou moeten zijn die allemaal IT-specialismes hier gaat creëren. Ik denk dat de overheid IT veel meer als een
middel zou moeten zien in plaats van een doel. En als je dat als middel ziet om iets voor de burger te bereiken, kies dan gewoon voor dat middel wat bewezen is in de markt. Ik had soms bij de kilometerprijs, ik breng hem toch maar even, toch ook een relevant IT-project, het idee dat zelfs sommige mensen in de markt dachten, god, het is eigenlijk wel fijn zo'n Nederlandse overheid die als eerste in de wereld iets heel nieuws gaat doen. Dus wij waren eigenlijk de drager aan het worden van een weer totaal first-in-the-world technology. En je moet je dus afvragen of dat niet heel risicovol is. En daarom mijn drive om echt zoveel als mogelijk op proven technology te sturen. Dat doe ik ook in mijn bedrijf. We hebben nu recent een heel nieuw vracht-IT-systeem in ontwikkeling. Daar zitten een paar extra eisen in die wij zelf willen. Maar de kern van het systeem hebben wij van de plank gekocht. Van de plank, want dat draait, dat is bewezen. Wij hoeven geen IT-innovator te zijn. Die IT moet doen wat wij willen voor onze klant en voor ons bedrijf. En soms wordt het een doel op zich. Nee, mevrouw Bruinslot. Heel kort nog, want er was nog een aspect in de vraag van mevrouw Fokker. Want om ook te kunnen beseffen of iets een standaard technologie is en ook toegepast kan worden binnen de overheid, is er natuurlijk ook gewoon goede kennis bij de overheid nodig wat die ICT-toepassingen zijn. Zeker. Daar blijkt uit ons onderzoek dat er op terreinen gewoon onvoldoende kennis daarvan is. En de vraag is eigenlijk, wat is uw ervaring op dat punt? Ik denk dat ik die constatering gewoon kan onderstrepen. En wat wij zelf geprobeerd hebben tijdens de tunnel in Roermond om hiermee om te gaan, is zo dicht als mogelijk bij die marktpartijen gaan staan. Dus toen wij gingen naar een lijst van standaard technieken, standaard installaties die we in die tunnel wilden gebruiken, hebben die met de marktpartijen samen bedacht. Niet meer gepretendeerd dat wij dat wel even wisten, wat kon en wat niet kon. Die markt moet het uiteindelijk creëren. Dus of je gaat de kennis zelf verwerven, of je gaat zo dicht bij marktpartijen staan dat je op hun expertise kunt varen en ze vervolgens ook kunt afrekenen op het realiseren. Vaak wordt, denk ik, in de Haagse burelen te gemakkelijk gedacht van, oh, dat maken wij wel even, dat ontwikkelen wij wel even. En misschien valt het heel soms mee, maar ik denk in innovatieve IT dat het bijna altijd zwaar tegenvalt als je die problematiek onderschat. Dat brengt mij bij de laatste vraag aan u als allround politicus. Kijk, wat wij constateren is, waar u het net ook al enigszins over had, de Kamer, Kamerleden, komen soms met vragen, eisen, verlangens. Het zou handig zijn. Er komt een vraagteken aan het eind van ik luister met interesse, voorzitter. Er komt een vraagteken aan het eind en dan vraag ik u daar nog op te reageren en dan zijn we aan het eind van het voor. Kamerleden vragen soms dingen die eigenlijk niet kunnen of veel duurder worden of veel langer duren of wat dan ook. Het zou handig zijn, vraagteken, als ze zouden weten wat ze vragen. Ministers en staatssecretarissen zeggen te vaak niet nee en veren dan mee met die wensen en verlangens. Vraagteken. En dan op die departementen wordt toch ook te vaak, te slaafs gezegd, nou ja, als de Kamer en als de minister het wil, dan gaan we het toch maar doen. Terwijl men al weet soms dat het niet kan. Dan worden leveranciers gevraagd om een auto te leveren zonder stuur. Dan zeggen die leveranciers vervolgens, nou ja, goed, we verdienen er toch aan, dus we gaan hem maar leveren. En zo schuiven we langzaam de prut in. Vraagteken. Zou u daarop willen reageren? Uitroepteken. Ik ben het met uw stellingname eens. En er is heel veel op mee te geven aan nuances en weet ik niet wat. Maar we zitten aan het eind, dus we doen het even zonder de nuances. Maar je merkt dat dus te vaak, en daar kan een gebrek aan kennis dus een hele grote rol spelen, te vaak is meebewogen. Te vaak systemen zijn geaccepteerd waarvan je achteraf denkt, hoe kan dat nou? Zo'n DLS-systeem, druk, lucht, schuim, dat moest in de tunnel van Roermond. Maar het was nergens in de hele wereld functioneerde het. Op papier, op dat moment. Prachtig systeem. Ja, op papier. Prachtig systeem. Op papier. Maar de werkelijkheid is vaak extreem veel weerbarstiger bij IT-innovatie dan het papiertje zou doen vermoeden. Het watermissysteem werkt in een paar tunnels, maar ook nog totaal not proven. Toch groot vertrouwen dat het wel goed zou komen. En dit is precies de discussie die ik vaak met de Kamer heb gehad rond de kilometerprijs. De Kamer wilde de kilometerprijs, stond het regeerakkoord. Ik heb dat naar eer en geweten uitgerold. Maar ik heb altijd gezegd, ik laat mij niet vangen in tal van planningen. Want wij moeten go, no go, stap voor stap er doorheen. Want het is spitsentechnologie, het is nieuwe innovatie.
En met een motie in de Kamer kun je geen innovatie, succesvolle innovatie afdwingen. En ik denk dus dat heel vaak die nieuwe technologie qua complexiteit is onderschat. En een gebrek aan kennis kan daarbij inderdaad een behoorlijke rol hebben gespeeld. Nou, je vangt een stuk op met standaardisatie, wat we bij die tunnels hebben gedaan. Maar ik blijf vinden dat de politiek in het algemeen moet oppassen IT niet als een doel op zich te zien. Het gaat niet om het systeempje wat in de tunnel hangt. Het gaat om de vraag of de tunnel veilig is. En IT is dus slechts een middel. En soms lijkt het zo spannend als systeem zelf en zo sexy dat het gebruiken van een bepaalde nieuwe techniek een doel op zichzelf begint te lijken. En dan wordt die erg risicovol. Dank u zeer. Is er nog iets dat u ons wil meegeven waarvan u zegt, als ik dat nu niet vertel, dan ben ik ontevreden als ik hier het vertrouwde gebouw uitloop? Ja, eigenlijk had ik, daar ben ik dan misschien toch nog inderdaad een beetje de allround politicus voor, dat net al in mijn antwoorden u gesluist. Zie IT dus, vergroot de kennis van IT. Zie IT niet als een doel op zich, maar als een middel. En kies uit zorg voor het efficiënt gebruiken van belastingcenten en het voorkomen van vertraging van projecten voor proven technology. Wij hoeven als overheid niet de risicodrager te zijn van wereldwijd nieuwe innovatie. Wij zouden veel beter technieken kunnen kopen en voor onze mensen kunnen inzetten die zich in de praktijk al bewezen hebben. Ik dank u zeer voor uw komst en uw aan de hand van de dossiers te zien uitvoerige voorbereiding. Ja. Beëindig dit gesprek en ik sluit de vergadering en ik sluit de voorzitting voor vandaag. Wij komen in het najaar met ons eindrapport. Dank u wel. Dank u zeer. Ik sluit de vergadering.